Dat is blauwe doek dan. Dat is vrij goed. Vandaar deze verf. Het is een heel bijzonder mens. Altijd schrik, altijd goede humor. Met wat mensen oppassen, een beetje in het punt zitten en zo. Ja, heel fijn mens. Echt. Hij zit altijd op zijnzelfde plekje daar? Bijna wel, altijd aan de leestafel. Ja? Ja. Als ik het geweten had, ik een schone zaroe meegebracht. Een boterhammetje met kaas krijgt hij zo nog. Kaas geloof ik, Tom, hè? Kaas, hè? Wat er is, hè? Wat er is, maar kaas meestal wel. Hè? Ja. Nou, ze komen weer meer van die rare mensen hier. Wel gezellig. Jij komt hier 4 keer in de week? Ja, 4 keer per dag soms. Leg er aan. Even een bakkie. Ja, een bak koffie, een spaatje en dan hoor je weer alles, weet je, ben je weer op de hoogte van wat er gebeurt in Deventer. En dan ben je weer volgevreten. Waarom kom je er niet meer bij NSC? Omdat me zeer doet gewoon. Wat ik net al probeerde uit te leggen, het doet me zozeer dat ik met die groep uitstekend kon. En dan zie je het afglijden naar de eerste divisie. En ik ben zo eigenwijs om te zeggen, onder mij had dat niet gebeurd. Nou, daarom wil ik het eigenlijk niet met eigen ogen zien. In de uitwedstrijd ga ik af en toe eens kijken. Maar ja, het doet me pijn. Wordt Van Kooten nog eens trainer bij Go-Ahead, denkt u? Dat zou ik niet weten. Zoveel kennis heb ik er niet van. Ik denk dat je het meneer Elbers eens moet vragen. Nou, er is bij ons geen beslissing genomen. Er ligt een hele lijst met namen. En er staat eigenlijk alle trainers erop. Kees staat daar ook op? Kees staat er ook op, ja. Maar of het doorgaat, ik heb dat Kees laatst zelf ook al gezegd in zo'n gesprek. Hij zit er te middenin, dat is de mening die bij ons leeft. Dus hij zegt natuurlijk dat het niet zo is en dat begrijp ik ook wel. Maar er is best over gepraat natuurlijk, want Kees is voorhanden. Ah, dan komt het tijdelijk uit de stroom. Nou ja, goed, dat is... Zou ik heel erg leuk vinden. En we zijn altijd blij dat Kees erbij is. Hij loopt bij ons al zo'n 20, 25 jaar bij de club. En ik denk dat dat juist het probleem wordt. De voetbalwereld is een wereld van contacten. Werk je wel genoeg aan je PR? Dat is een van mijn zwakke punten, ja. Voor mijn eigen PR, laat ik het dan zo zeggen. Dat ben ik wel met je eens. Ik ben niet iemand die... Ja, in bestuurskamers komt het zo snel, ja. Ik denk dat ze maar, ze zullen toch een keer wakker worden dat we best aardig gewerkt hebben met mijn negatief, ja. Trainer, word je dan op straat gezet van de een op de andere dag? Hoe werkt dat hierboven in je hoofd? Ik denk dat er nog andere dingen zijn natuurlijk als voetbal. Kijk, als je zelf, zoals ik heb meegemaakt, dan hoef ik niet dramatisch over te doen. 6 jaar geleden was het bijna gebeurd met Van Kooten. En dan pak je dan gelijk van die kapstok af en zeg je wat. Ik ga me nou druk maken, ik leef. Het is schitterend. Mooi stad. Het is mooi weer soms. En als je zo denkt, als je wat meegemaakt hebt in je leven, dat het echt qua gezondheid niet goed gegaan is, even met je, door wat voor omstandigheden en ook, en je bent er bovenuit gekrabbeld, dan kan dat voetbal je natuurlijk niet zo kwetsen, omdat je leeft. Nee, Erik, maar Kees. Nee, ik wou even bij je komen knippen, kan dat? Dat is een mooie tijd, 12 uur, ja. Dan doen we dat. Kom ik er zo aan. Oké, hoi. Kijk
De gevriemen aan je hoofd is lekker, hè? Ja, Kees, is jouw leven een beetje een sleur geworden doordat je nu geen werk hebt? Kijk, ik kom al wat later uit bed. Om de dag al wat korter te maken. Dan zeg ik nogmaals, heb je nou het geluk op deze tijd dat je voetbal hebt. Maar voor de rest sta je het liefst op het veld natuurlijk. En je bent voor jezelf bijna weer dingen aan het bedenken. Om als je weer op het veld komt, wat zou je anders doen? Wat zal je in je trainingsmethodiek? Je bent altijd aan het zoeken natuurlijk. Ben je een beetje rancuneus naar het bestuur van NEC toe? Nee, waarom? Ik zijn mensen die pas in het bestuur zaten, dus ik kan ze nog niet eens zo kwalijk nemen ook. Ze hebben je wel genekt, ze hebben wel een tot nu toe einde gebracht aan je carrière. Ja, dat is nu helemaal zo, maar daar hoef je niet rancuneus voor te zijn. Ik denk dat de wijsheid bij hen ook vanzelf komt. Geen rancune? Absoluut niet. Gaan we nu feunen? Sowieso.